Schatje, wat is er? Mama is weer thuis. Hé, lievertje. Hé, joh, hoe was je dag, man? Hé, heb je lekker gechilled of wat? Ik heb gewerkt, jongen. Ik heb gewerkt. Zo, nou, echt. Wat een dag, wat een dag. Kom, schatje. Ga lekker naar bed. Lekker slapen, hè? Lepeltje, lepeltje. Ja, jij bent ook moe, hè? Ook hier ben ik ook moe. Nou. Triste Willempie. Lekker naar Droomland. Is hij helemaal daar? Ja. Is hij verdwaald of zo? Ja, ik heb geen flauw idee, hij was slijmen dood. Nee, hij is niet verdwaald. Hij is gewoon aan het jagen. Jagen? Nee, jagen? Ik geef hem genoeg te eten hoor, Maarten. Dat kan niet. Ja, nee, maar wacht even. Kijk, katten zijn roofdieren. Dat betekent dat ze gewoon standaard dit zit in hun systeem om te jagen. Ze vinden het leuk. Ze moeten het om te overleven. En stel dat een kat pas zou gaan jagen op het moment dat hij barst van de honger. Dan heeft hij daar de kracht helemaal niet meer voor. Katten moeten gewoon jagen omdat ze het leuk vinden en omdat ze het nodig hebben. Het zijn vleeseters. Dus, ja, dat is niet echt een eenvoudig dieet. Nee, nee, katten zijn wel pure specialisten, pure vleeseters. Dat is niet zo handig. Al was het maar, omdat ze eigenlijk precies specialisten zijn in datgene wat wij het allerlekkerst vinden, vlees. Nou, sorry hoor, maar ik vind die blikjes kattenvoer uit de supermarkt niet per se het allerlekkerst. Ja, maar sorry, onze voorouders die hadden geen supermarkt. Hè? Tenminste, ik neem aan dat die wilde blikjes paté met zeevis en zo niet zomaar in het wild rondliepen. Dus waar jaagt hij eigenlijk op? Nou, klein gut een beetje. Dat wil zeggen op vogeltjes en op muizen. Dat is waar onze kat op jaagt. Huh? Hey, even toe snel! Oh. Wat gebeurt er? Ja, hij is met buurman aan het vechten natuurlijk. Wow, pak hem. Ja, spin hem, je kan hem hebben. Waar vechten ze om? Nou, ze vechten om territorium. Katten leven solitair. Ze moeten allemaal voor zichzelf opkomen. Ze moeten allemaal een eigen stukje territorium hebben, zodat zij de vogeltjes en de muisjes die op dat territorium zitten kunnen jagen. Zodat ze aan eten komen. Maar hoe weten ze dan waar ze wel en niet mogen komen? Welk treintje van hun is? Nou, kijk, dat is een beetje. Dat doen ze op verschillende manieren, maar vooral door geur. Dat betekent bij katten, je weet hoe ze dat doen, namelijk kopjes geven. Dat is eigenlijk gewoon geur afgeven aan jou, maar ook aan andere katten. Ja, en verder op een beetje verschillende manieren. Kijk, ze kunnen geluiden maken, miauwen, ze zien elkaar natuurlijk. En wat katten vaak doen is dat ze, als hun territoriaal overlappen, is dat de ene daar 's morgens mag komen en de andere daar 's middags zou komen. Gewoon een beetje deeltjes maken met de buurman. Maar, want eventjes, je zei solitair dier, dat is niet echt sociaal. Nee, zeker niet sociaal. Nee, katten houden ervan om op zichzelf te zijn. En kijk, je moet katten niet in groepen laten opgaan met een alfadier erboven, want zo werkt dat bij katten niet. Zelfs niet als een alfadier zo'n schattig wezen is zoals wij mensen. Nee, katten zijn de baas en katten willen alleen. Komt eraan, Nienke! Willem! Oh, kijk! Snel! Yes! Net op tijd! Wow! Oh. Ah, goedemorgen, Willem. Heb je ook weer lekker geslapen? Ah, ik heb zo... Godverdamme! Waar ik blij van word, Willem. Ja, dat is toch lief?
Willem komt gewoon even een muisje langsbrengen bij Nienke. Ja, dat ja, lijkt lief, maar dat is wel heel erg vanuit mensen geredeneerd, hè? Kijk, het is zo dat moederpoezen, die natuurlijk een jongen opvoeden, dat die af en toe een muisje meenemen dat half dood of dood is, om ze te leren jagen. En katten zien ons soms als kinderen die niet zo goed kunnen jagen en doen het met die bedoeling. Maar dat zijn vaak moederpoesjes die dat doen. En Willem is natuurlijk een mannetje. Dus ik denk dat het bij Willem meer het idee is dat hij gewoon, wat katten ook vaak doen, ook in het wild, is dat ze gewoon hun prooien mee naar hun eigen territorium nemen om het rustig op te eten of het even te bewaren. Ik denk dat het in Willems geval misschien wel het laatste zou kunnen zijn. Oké, maar als ik het zo hoor, dan voldoen katten niet echt aan de eigenschap om gedomesticeerd te worden. Dus waarom hebben we dan zoveel katten als huisdieren? Ja, we hebben er wel heel erg veel, hè. Er is geen dier waarvan we er zoveel hebben. In Nederland hebben we er meer dan 3 miljoen. Dat betekent ongeveer 1 kat op 5 mensen. Ho, ho, ho.